zal toch niet een eenvoudig, logisch systeem zijn dat ten grondslag ligt aan de enorme verscheidenheid aan ziekten en symptomen? Of toch wel? In feite is er al een dergelijk systeem. Op het niveau van weefseltypes. Voor het begrip daarvan is de kennis van de drie embryonale kiembladen een belangrijke voorwaarde. Embryonale kiembladen zijn de eerste onderscheidende cellagen van een embryo, waaruit de orgaansystemen en tenslotte de volledige organen worden ontwikkeld. Deze kiembladen zijn daarom de basisweefseltypes van het menselijk lichaam. Elk weefsel komt dus voort uit één van de drie kiembladen: endoderm, mesoderm of ectoderm. Het mesoderm wordt vervolgens opnieuw verdeeld in oud mesoderm en nieuw mesoderm. In het eerste deel van de zwangerschap vormt het endoderm alle weefsels voor het later opnemen van voedsel en zuurstof, uitscheiding, reproductie en de basisperceptie van de omgeving in termen van gevaar of voedsel. Deze omvatten het grootste deel van het spijsverteringskanaal, de longblaasjes, het middenoor, de oorspronkelijke holte die later verdere delen van het oog zal vormen, de prostaat, het baarmoederslijmvlies en verschillende andere weefsels. De bijbehorende aansturingscentra van deze weefsels bevinden zich in het oudste deel van de hersenen, de zogenaamde hersenstam. Laten we nu het oud mesoderm eens bekijken. Alle daaruit ontstane weefsels hebben beschermings- en voorzienende functies, waaronder bijvoorbeeld beschermende weefsels zoals lederhuid, hartzakje, borst- en buikvlies, zenuwvliezen, talg, zweet en borstklieren. Deze weefsels worden aangestuurd door de kleine hersenen. Uit het nieuw mesoderm ontwikkelen de weefsels van het gehele beweegapparaat en biedt stabiliteit, flexibiliteit, kracht en prestaties. Deze omvatten alle botten, bewust aan te spannen spieren, pezen en banden, het tandbeen van de tanden en het bloed- en lymfestelsel. Het hersenmerg, dat wil zeggen het binnengebied van de grote hersenen, stuurt deze weefsels aan. De weefsels die zich ontwikkelen vanuit het ectoderm zijn belangrijk voor het contact met de buitenwereld en voor de interactie en hiërarchievorming met andere levende wezens van dezelfde soort. Deze omvatten de opperhuid, de zenuwen, het tandglazuur, verschillende slijmvliezen, een groot deel van de sensorische organen en de regulatie van geslachtshormonen. Al deze weefsels en functies worden aangestuurd door de hersenschors. Waarom deze lange uitleg over de embryonale kiembladen en de vroege ontwikkeling van het kind in de baarmoeder? Omdat alle weefsels van één kiemlaag zich hetzelfde gedragen binnen het betreffende ZPS. Er zijn twee manieren waarop afzonderlijke weefsels zich in principe kunnen aanpassen aan een situatie die als conflict wordt ervaren. Mogelijkheid 1. De functie van een weefsel wordt eerst verhoogd in de conflictactieve fase. In de speekselklieren bijvoorbeeld produceert een toename in functie van nature meer speeksel. Na het oplossen van het conflict wordt de functie weer verminderd, zodat aan het einde van het ZPS de normale weefselfunctie wordt hersteld. Mogelijkheid 2. Hier wordt de functie van een weefsel in de conflictactieve fase eerst verminderd en daarna weer verhoogd nadat het conflict is opgelost. Bij de opperhuid resulteert dit bijvoorbeeld in minder gevoeligheid of zelfs gevoelloosheid als gevolg van de vermindering van de functie. Net als bij de eerste mogelijkheid volgt de normalisatie van de weefselfunctie. Het aanpassingsgedrag van de twee mogelijkheden is daarom precies het tegenovergestelde. Alle weefsels die tot het endoderm of het oud mesoderm behoren, behoren tot de eerste groep. Alle weefsels die tot het nieuw mesoderm of ectoderm behoren,
maken deel uit van de tweede groep. Laten we als voorbeeld naar de huid kijken. Het bestaat uit verschillende lagen en ook aanhangsels zoals haar, zweet en talgklieren, die allemaal afkomstig zijn uit verschillende embryonale kiembladen, waardoor hun gedrag tegenovergesteld is tijdens de tweefazige aard van hun ZPS. Dus op zichzelf bestaat er niet één biologisch conflict en één ZPS van de huid. Je moet het juiste weefsel bepalen dat het symptoom ervaart. Laten we eens kijken naar de buitenste huid, de zogenaamde opperhuid. Een van de taken is het gevoel van nabijheid en contact vanwege de hoge gevoeligheid. Als bijvoorbeeld een kind in het wild van zijn moeder wordt gescheiden, kan het gemakkelijk voedsel worden voor een roofdier. Dus contact voelen is opgeslagen in zijn biologische code als essentieel om te overleven. De conflictinhoud van de opperhuid is daarom de contactscheiding of zelfs het ongewenste verkeerde contact. Als een pasgeborene plotseling wordt gescheiden van zijn moeder in het ziekenhuis, kan het gemakkelijk worden gezien als een biologisch conflict met een onderbreking van contact, met de moeder als een conflictinhoud. Bij de baby begint het ZPS van de opperhuid parallel aan de psyche, hersenen en orgaanniveaus. In de conflictactieve fase wordt de opperhuid gevoelloos, droog en broos door de functieafname met daaropvolgende celvermindering. Na een tijdje, als het conflict is opgelost, nadat rust en vertrouwen zijn hersteld, zal de opperhuid in functie verbeteren en in een aantal cellen toenemen. Waardoor het overgevoelig, ontstoken, rood en pijnlijk wordt gedurende de herstelfase, die dan zal eindigen met jeuk. Alleen de intensiteit en duur van het ZPS, in combinatie met terugval, beslissen of de reguliere medische diagnose, zonder kennis van de 5 biologische wetten, hyperesthesie, eczeem, dermatitis, neurodermatitis enzovoort is. Dat de huidige geboortesituatie vaak zeer conflicterend is voor moeders, vaders en baby's, verklaart het frequent voorkomen van sterke symptomen in de dagen na de bevalling. Veel vrouwen die ervaring hebben opgedaan met de 5 biologische natuurwetten of intuïtief de geboortepraktijken van vandaag als problematisch hebben erkend, doorleven hun zwangerschappen en geboorte aanzienlijk anders dan voorheen het geval was. Laten we terugkeren naar onze eerste voorbeelden. De nierverzamelbuisjes behoren tot het endoderm. Dat wil zeggen, in de context van een ZPS reageren ze met verhoogde functie en celvermeerdering, wat leidt tot een verhoogde heropname van het water. Na conflictoplossing is er altijd een functievermindering en celafname tot normalisatie. De borstklieren behoren tot het oud mesoderm, dat wil zeggen in de context van een ZPS reageren ze met functieverbetering en celtoename. En dus na conflictoplossing met functievermindering en celafname tot normalisatie. Tot nu toe ontbrak de kennis van de samenhangen tussen kiembladen en weefsels bij de tumorpatiënt in ons voorbeeld om de ZPS-fase te bepalen op basis van symptomen. Op basis van eenvoudige functieverbetering met celtoename en functievermindering met celafname kunnen bijna alle fysieke veranderingen worden verklaard en begrepen. Of het nu geelzucht is vanwege ophoping van bilirubine omdat het ectodermale galkanaal is gezwollen vanwege de celtoename in de herstelfase. Of haaruitval door verminderde functie van ectodermale haarzakjes in de conflictactieve fase. Of botverlies door verminderde functie van het nieuw mesodermale bot in de conflictactieve fase. Of een melanoom vanwege functieverbetering van de ledenhuid in de conflictactieve fase. Of een etterende puist door celafbraak in de talgklier in de herstelfase.
of een darmpoliep door celtoename van het darmslijmvlies in de conflictactieve fase, enzovoort, enzovoort. Door de relatie tussen het weefsel, de kiembladen en hun gedrag tijdens de tweefazigheid van het ZPS te kennen, heeft Dr. Hamer in de derde biologische natuurwet aangetoond dat elk fysiek symptoom precies kan worden ontsleuteld. Als de symptomen nauwkeurig zijn vastgesteld, kan het biologisch conflict in het leven van de persoon worden gevonden en onderzocht. Als een vrouw bijvoorbeeld een bindvliesontsteking in het oog heeft, weten we, of kunnen we in ieder geval opzoeken, dat dit tot het ectoderm behoort. Dientengevolge weten we dat het ZPS zich in de herstelfase bevindt. Want dat is wanneer de eerdere celafname wordt omgekeerd, wat resulteert in zwelling en ontstekingssymptomen. Het is dus vrij zeker dat ze een conflictinhoud van de bindvliesontsteking kort daarvoor moet hebben opgelost, wat vrij nauwkeurig kan worden bepaald door gerichte vragen. De conflictinhoud gaat over het uit het oog verliezen van iets belangrijks. Bijvoorbeeld omdat je op het cruciale moment je ogen sloot, in slaap viel of wegkeek. Zoals altijd wanneer een conflictinhoud wordt onderzocht, moet men verschillende formuleringen vinden die voor elke persoon begrijpelijk zijn. Nu vraag je je misschien af, oké, en wat nu? Aan de ene kant klinkt dat heel geloofwaardig, maar geloof ik nu in de 5 biologische natuurwetten of liever in de gevestigde geneeskunde met duizenden artsen, miljarden onderzoeksfondsen, professoren, studieboeken en studies? In het volgende deel zullen we je laten zien hoe jij de mogelijkheid hebt om zelf de wetten te herkennen en deze te controleren. Dan verdwijnt deze geloofsvraag, want dan kun je bij jezelf testen, ervaren en dus weten.